Was het rood? Nee, nee, 100% niet. Ik denk dat iedereen, tenminste, ik heb nu denk ik 20 mensen gesproken, ze zijn allemaal heel zwaar gestraft. Tuurlijk, ik raak hem wel. Want, op zijn knieën raak je hem? Ja, ik, volgens mij nog iets daarboven zelfs, maar wel heel zacht zeg maar. Ik wilde gewoon hem aantikken zodat hij zou vallen en dan en, ja, de vrije trap en weer terug. Maximaal een gele kaart. En ik denk ook dat dat het was. De scheidsrechter komt naar me toe en smerig overtreding, zegt hij. Ik zeg, ja, je bent niet goed. Ja, zei je dat echt? Ja, ik zeg, je bent niet goed. Ja, wat dan? Valt wel allemaal wel mee, weet je. Maar natuurlijk, ik raak hem en dat is misschien dom. Maar ja, het was zeker niet mijn intentie. Ik ken die jongen ook van mijn Eagles tijd. En, ja, wel zuur, man. Zo'n speler ben je überhaupt niet, toch? Nee, nee, ik heb niet zo vaak rood gehad. En ja, als ik rood pak, dan pak ik hem liever goed, weet je. Dat is nu zo lullig tikkie. Het enige smetje dan, domper in zo'n wedstrijd, dat je dan volgende week misschien geschorst bent. Of sowieso geschorst bent. Maar verder, een hele uitstekende wedstrijd. Een assist en een goal. Ja, nou die goal die is denk ik niet op mijn naam. Die wordt natuurlijk twee keer nog veranderd. Maar ik was al lang blij dat die erin ging. En het was even belangrijk voor ons. Want ik denk dat we daarvoor al twee kansen missen. Dat je eigenlijk al 2-3-0 moest maken. Dus daar was ik heel blij mee. En ja, ik denk dat je zegt de hele wedstrijd was goed. Maar ik denk de eerste helft was wel echt goed van ons. De tweede helft vond ik wel wat minder. Daar hielden we minder de bal vast. En ja, zij wisselden dan natuurlijk vier keer in de rust. Waardoor ze, ja, ze gingen wat opportunistischer spelen. En ja, dat hebben wij niet helemaal goed gedaan denk ik. En, toch vind ik, ja, dan speel je zo'n lekkere eerste uur, denk ik. En dan is het toch nog even hachelijk aan het einde. Dat is wel balen. Ja, dat is wel een ding, hè, dat steeds terugkeert. Nu sta je wel uiteindelijk met 2-0 voor. Doelpuntje meer dan in veel wedstrijden hiervoor. En dan toch is het nog bijna niet genoeg. Nee, nee, klopt, klopt. Dus dat is klote. We moeten dan gewoon zo'n wedstrijd makkelijk uitproberen te spelen. En, ja, ik weet ook niet waar het aan ligt. Het feestje werd gevierd met Midden-Noord na de wedstrijd. Jij was er niet bij? Nee, nee, ik zat al binnen. Ik heb al twee keer die beelden teruggekeken. En ja, ik blijf erbij. Ik vond het zwaar gestraft. 10 Hagenezen werd er gezongen. Oh ja, nou mooi toch. Die humor blijft goed, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Sfeer in de kleedkamer goed? Ja, nee, iedereen was blij. En ja, we zitten er redelijk lekker in. Nu moeten we ook die wedstrijden waar we net een puntje pakken. Hè, zoals tegen Jong Utrecht. Ja, dit moet je gewoon nu gaan winnen om echte stappen te maken op de ranglijst. Ja, dan, ik voel in ieder geval weer een beetje het vuurtje branden en ook bij het publiek. En ja, dan moeten we samen vooruit. Je staat nu bovenaan in die periode. Ja, Zwolle staat nog boven je, maar die hebben er al één. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Top. Dankjewel, man. Top. Finn van Bremen, dit was een hele lekkere, hè? Ja, het was een zware wedstrijd, maar als je hem uiteindelijk over de streep trekt, is heerlijk. Ik heb jou eigenlijk na afloop alleen maar zien glimlachen. Ja, ja, natuurlijk. Als je 3 punten in eigen huis pakt en dan toch nog met heel veel strijd op het einde, dan is dat gewoon zo lekker. Ook groot feest voor Midden-Noord, hè? Ja, ja, altijd. Grote supporters, dus dan moet je het groot vieren. Het is tijd dat jij een keer met die vlag daar mag staan. Ja, ik zou het wel leuk vinden, dus ja, misschien volgende keer als ik echt een goede wedstrijd heb gespeeld. Ik had het over die glimlach. Ik denk dat die glimlach bij jou ook komt door het vertrouwen dat je krijgt. Klopt dat? Ja, nou sowieso. Ik krijg veel vertrouwen, ik mag veel spelen. En sowieso onder Dick Advocaat is dat een hele grote eer. En ja, die glimlach, dat is met name omdat je speelt en wint. Als ik had verloren dan had... Oh, sorry, dan had ik niet hier met een glimlach gelopen. Maar Den Haag werd ook natuurlijk weer afgespeeld in het stadion. Ik zag je voluit meezingen. En, ja. Maar je zit echt goed in je vel. Ja, ik voel me goed. Ik zit goed in mijn vel. En dat komt onder andere door het vertrouwen. En ja, ik kom hier al sinds kleins al aan. Dus als je dan Den Haag hoort, dan moet je meezingen. Vertel eens, wat is jouw eerste herinnering dan met ADO? Nou, mijn eerste herinneringen was dat ik eigenlijk heel klein was en dat ik niet mee mocht naar het stadion, omdat ik de dag daarna een wedstrijd had met de F'jes. Dus daar baalde ik vooral van, maar ja, daarna heb ik gewoon heel vaak op de tribune gezeten. Hey, maar over dat vertrouwen, want ja, je bent jong, je wordt eind deze maand 20, maar bent basisspeler geworden dit seizoen. En er werd natuurlijk gerept over het halen van een nieuwe centrale verdediger. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. En Dick Advocaat zegt ook, nou, dat is omdat ik de ontwikkeling van Finn van Bremen niet wil remmen. Wat doet dat met jou? Ja, dat is zo mooi. En daar krijg ik eigenlijk een beetje kippenvel van. Nou, ook als je het zo zegt. Maar, laat eens kijken dan. Ja, nee, maar ja, dat is gewoon heel mooi. En het brengt ook wel, ja, dat doe ik zelf dan, maar dat brengt wel iets druk met je mee. Omdat, ja, als zo'n man zulke woorden gebruikt, dan moet je het ook echt laten zien, vind ik. Ja, en ik hoop dat ik dat voor nu best wel aardig invul. Nou, je zat vandaag weer kort op, hè? Overal. Dichterop, slidings, ballen blokkeren. Ja, ik was veel aan het rennen, maar ik ben nog steeds niet tevreden met een paar duels. Dat kan beter. Wat kan er beter? Ja, af en toe dan moet ik toch nog korter opzitten of nog met mijn coaching. Ik vind ook dat ik aan de bal wat meer rust moet hebben. Dat ik af en toe toch nog veel de optie achteruit zoek. En ik denk als ik hem wat meer vooruit zoek, misschien wat meer lef heb met indribbelen, dan dat ik dan weer wat meer tevreden begin te raken.
Hoe beviel het met de nieuwe doelman achter je? Geeft hij rust? Ik vind Sonny een goede keeper. Hij voetbalt veel. Dit is mijn eerste wedstrijd met hem, dus dat was wel even wennen. En hoeveel trainingen hebben jullie nou met elkaar gehad? Ja, deze week 4 keer. En heel weinig natuurlijk 11 tegen 11, omdat je bent alleen maar tactisch bezig. Dus af en toe dan liep ik gewoon naar voren met de gedachte dat een lange bal kwam. En dan kreeg ik hem ineens in mijn voeten. Dus dat moet nog even wennen, maar dat komt wel goed. Verheid kreeg rood in de slotfase. Hij zei zelf maximaal geel. Ja. Vond jij? Ja, ik zag het niet goed. Ik zag wel dat hij iets te laat was. En ik zag net wel nog de beelden in de kleedkamer. Ja, ik weet het niet. Ik vind het echt zo'n 50-50. Maar ja, ik vind sowieso dat ze in de KKD best wel makkelijk kaarten geven. Ik heb er zelf ook al 5 gele, volgens mij. Je hebt al een schorsing erop zitten. Ja, precies. Dus ik vind dat ze makkelijk geven hier. Maar het is wat het is en we moeten verder. Die derde periode, je staat op PEC Zwolle nu bovenaan, maar ja, die hebben er al 1. Ja, nee, dus knallen en elke wedstrijd proberen te winnen. Gevoel is goed, hè, in de groep. Ja, zeker weten. Succes. Dankjewel. Leuk man.